jullie het verhaal vertellen van Robin Hood. Er was eens een koning in Engeland die Richard heette. Hij was zo vriendelijk en zo moedig dat hij Richard Leeuwenhart werd genoemd. Zijn kasteel stond op een groot landgoed aan de rand van het woud van Sherwood. Het was een woud vol majestueuze bomen en dicht struikgewas. En als je je erin waagde, liep je grote kans om te verdwalen. In gezelschap van zijn dochter, de beeldschone Lady Marianne, bracht koning Richard er gelukkige dagen door. Maar zijn bloedeigen broer, prins Jan, dacht maar aan één ding. Hoe hij zich meester kon maken van de troon. Op een dag verklaarde een vijandelijk volk de oorlog aan Engeland. En de goede koning Richard moest ten strijde trekken. De vrede prins Jan, belust op rijkdom, nam onmiddellijk de macht in handen. Hij stuurde zijn soldaten het hele land door. Overal waar ze kwamen, plunderden en verwoestten ze het land en brachten ze diepe ellende over het volk. De verrader verbood ook de jacht in het woud van Sherwood. Wie niet gehoorzaamde aan dat verbod, werd zonder vorm van proces opgehangen. Op een morgen kwam een vriend van prins Jan, heer Guy van Gisborne, een aantal soldaten tegen die een stroper gevangen hadden genomen. "Heer, heb medelijden," smeekte de ongelukkige man. "Wij leven in grote armoede. Ik heb dat konijn gedood omdat mijn gezin eten nodig heeft." "Je hebt de wet overtreden. Je wordt opgehangen," antwoordde de heer van Gisborne. Maar nauwelijks had hij die woorden gesproken of een puntige pijl boorde zich tussen de hoeven van zijn paard in de grond. "Wie waagt het om me zo uit te dagen?" gromde Guy van Gisborne. "Ik, heer Guy van Gisborne," klonk een stem van boven uit de bomen. Daar sprong een knappe, sterke jonge man met een vrolijk gezicht uit zijn schuilplaats in een boom. Hij had mosgroene kleren aan die niet opvielen tussen de bladeren. Zijn ogen schitterden uitdagend en in zijn handen hield hij een boog, waarvan de pijl op Guy van Gisborne was gericht. "Wie ben je, ellendeling? En hoe weet je mijn naam?" blafte heer Guy. "Mijn naam is Robin Hood en ik weet de naam van iedereen die onze goede koning Richard verraadt. Laat uw gevangenen gaan, heer, en uw soldaten kunnen ongedeerd vertrekken." "Nooit! Neem hem gevangen," beval Guy van Gisborne woedend. Maar voordat de soldaten ook maar één beweging konden maken, kwam er een regen van pijlen op hen neer. Achter elke boom stond een bondgenoot van Robin Hood. De soldaten gingen er vandoor en lieten Guy van Gisborne, die van zijn paard gevallen was, alleen achter. Toen rukte Robin Hood de zware beurs vol goudstukken van Gisborne's gordel. Hij gaf hem aan de gevangenen en wendde zich tot Guy van Gisborne. "Heer, onthoud dat Robin Hood rijke mensen zoals u besteelt en de buit aan de armen geeft." Daarna verdween Robin in het woud. Diezelfde avond dineerde prins Jan in gezelschap van zijn vrienden en Guy van Gisborne vertelde wat hem overkomen was. Alle gasten waren het erover eens dat die Robin Hood een gevaarlijke opstandeling was en dat hij onschadelijk gemaakt moest worden. Alleen een beeldschoon meisje dat erbij zat met neergeslagen ogen zei niets. Haar mooie gezichtje vertoonde verdrietige trekken. Het was Lady Marianne, de dochter van koning Richard. Sinds het vertrek van haar vader moest ze machteloos toezien hoe haar oom, prins Jan, de ene wrede daad na de andere beging. Er gingen weken voorbij. Iedere dag beroofde Robin Hood een rijkaard om de allerarmste bij te kunnen staan. Razend van woede riep prins Jan zijn ridders bijeen om te bedenken hoe ze Robin Hood in de val konden lokken. "Over een paar dagen begint het lentefeest. We moeten een wedstrijd in boogschieten houden. Robin Hood is een uitstekend boogschutter. Hij zal de kans om zich met anderen te meten niet kunnen weerstaan. Op die manier kunnen wij hem te pakken krijgen," verklaarde de heer van Gisborne. "En we zullen hem in het openbaar ophangen," riep prins Jan uit. "Dan zal het volk eindelijk beseffen dat ik de baas ben in Engeland." Alle ridders betuigden hun instemming met dat idee. Alleen Lady Marianne beefde in stilte. De dag van het lentefeest brak aan.
In het kamp van Robin Hood raden zijn vrienden hem af om mee te doen aan de wedstrijd. Guy van Gisborne zal je herkennen en dan laat hij je ophangen, zei kleine Jan, een enorme maar heel goedhartige kerel. Ik kan de kans om die rovers van de kroon weer een lesje te geven niet laten glippen, antwoordde Robin met een glimlach. We weten dat jij de beste boogschutter van heel Engeland bent, Robin, maar het lijkt me heel onverstandig om je zo aan gevaar bloot te stellen, merkte broeder Tuck op, een monnik die even wijs als stevig gebouwd was. Ik zal me vermommen, zodat niemand me herkent, verklaarde Robin en hij voegde er plagend aan toe. Als jullie bang zijn, ga ik wel alleen. Alleen? Geen sprake van, riepen zijn vrienden allemaal tegelijk. De dag van het feest brak aan. Op een open plek midden in het woud was een tribune gebouwd voor de wedstrijd in boogschieten. Daarop nam prins Jan plaats. Lady Marianne zat een stukje van hem vandaan. Robin Hood en zijn vrienden mengden zich tussen de menigte. Als bedelaar vermomd en met een grote hoed diep over zijn ogen liep Robin Hood naar de tribune toe. Op dat moment keken hij en Lady Marianne elkaar in de ogen. Terstond werd hij hals over kop verliefd op het meisje. Toen stond het voor hem vast. Robin Hood zou dit toernooi winnen uit liefde voor de mooie Marianne. Ook Lady Marianne had die vreemde jongeman opgemerkt. In die kleren zag hij er heel armoedig uit, maar in zijn glinsterende ogen was geen spoor van honger of ellende te bekennen. Het toernooi begon. De hele dag door kwam de ene schutter na de andere naar voren. Na een poosje waren er nog maar twee over. De eerste was een zekere Walter en hij zei dat niemand hem kon verslaan. Hij plantte zijn voeten stevig neer, spande zijn boog en mikte. De menigte hield de adem in. Walter schoot en de pijl kwam precies midden in de roos terecht. Prins Jan stond op en zei: "Wie doet hem dat na?" Onverstoorbaar nam de tweede schutter zijn plaats in. Hij spande zijn boog en schoot, bijna zonder te richten. Zijn pijl flitste weg als een bliksemschicht, spleet de pijl van Walter over de hele lengte in tweeën en bleef midden in de roos steken. De menigte juichte. Zelfs prins Jan klapte in zijn handen bij dat knappe staaltje van vakmanschap. "Kom nader, vreemdeling. Je hebt de prijs verdiend." En hij gaf hem de trofee. "Staat u mij toe hem te schenken aan iemand die veel voor me betekent?" zei de vreemdeling. Daarna liep hij naar Marianne toe, knielde eerbiedig voor haar neer en zei: "Neem dit bescheiden geschenk aan als teken van mijn liefde, mevrouw." "Maar wie bent u, meneer?" vroeg Lady Marianne in verwarring. Toen stond de man op, trok met een zwaai zijn hoed van zijn hoofd en riep trots: "Robin Hood, om u te dienen, Lady Marianne, u en koning Richard." "Neem hem gevangen," brulde prins Jan, dol van woede. Maar Robin Hood verdween bliksemsnel in de menigte, die ruimte voor hun held maakte, zodat hij weg kon vluchten, maar die zich daarna weer aaneensloot, zodat niemand achter hem aan kon gaan. Toen Robin terug was in het kamp, zei hij tegen zijn kameraden: "We moeten waakzaam blijven, vrienden. Na alles wat er gebeurd is, zal prins Jan ons zeker niet met rust laten." Zijn kameraden hielden om de beurt de wacht. Robin verstopte zich op de hoogste tak van een dikke eik. De avond viel. Plotseling bespeurde Robin geritsel in de struiken. Er stapte een jonge monnik uit de schaduw tevoorschijn. Zijn gezicht ging helemaal schuil onder de kap van zijn habijt. Robin sprong uit de boom en versperde hem de weg. "Halt, eerwaarde. Wat komt u hier doen?" vroeg hij. De monnik antwoordde niet en Robin werd boos. "Zeg me wat u hier komt doen, of ik zal u dwingen te praten." "Dat zullen we dan wel eens zien," zei de monnik en trok zijn zwaard. En in de duisternis begonnen ze te strijden. Robin had al gauw in de gaten dat hij te maken had met een tegenstander die bijna even goed kon vechten als hij en die een stuk lichter was. "Laten we maar ophouden met dit stomme gevecht," stelde hij na een paar ogenblikken voor. "U kunt te goed vechten om slecht te zijn. Sluit u toch aan bij Robin Hood? U verdient het om lid van zijn bende te zijn." "Ben jij Robin Hood?" vroeg de monnik en hij stak zijn zwaard weg. "Jazeker," antwoordde Robin lachend.
De monnik zette langzaam zijn kap af en zei, toen zijn gezicht eindelijk te zien was, "Herken je me niet, Robin?" In opperste verwarring viel Robin op één knie. Hij had Lady Marianne herkend. Zo kwam Marianne bij de bende van Robin Hood in het woud van Sherwood. Toen prins Jan dat hoorde, kreeg hij een verschrikkelijke driftbui. Hij besloot dat hij voor eens en voor altijd met de opstandelingen zou gaan afrekenen en riep zijn hele leger bij elkaar. "Kam het woud van Sherwood uit," beval hij. "Verdrijf die schurken uit hun schuilplaats en jaag ze zo ver mogelijk van hun kamp vandaan. Ze moeten allemaal gedood worden. Met mijn lijfwacht zal ik me persoonlijk met Lady Marianne bezighouden. Als ik haar gevangen genomen heb, geeft Robin zich wel over. En dan zal ik ze allebei laten ophangen." Nog diezelfde dag werd er een verschrikkelijke strijd geleverd in het woud van Sherwood. De kameraden van Robin raapten al hun moed bij elkaar en vochten als leeuwen. Maar de soldaten van Jan waren verreweg in de meerderheid en bovendien beter bewapend. En dus kregen ze de overhand. Intussen was prins Jan doorgedrongen tot het kamp, waar Lady Marianne wachtte op de uitslag van het gevecht. "Ik ben blij dat ik je teruggevonden heb, nichtje," zei hij toen hij het kamp binnen galoppeerde. "Deze keer heb ik je te pakken." En hij barstte in een wrede lach uit. "Laat me met rust, ellendeling," riep Marianne toen prins Jan haar bij de arm pakte. Plotseling vloot er een pijl langs de oren van prins Jan. "Lafaard, schaam je je niet om een vrouw aan te vallen?" zei Robin, die opdook uit het struikgewas. "Tegen mij durf je niet, hè?" Maar de lijfwachten van prins Jan wierpen zich al op Robin. Met zijn 10 tegen 1 hadden ze hem al gauw overmeesterd en ze gooiden hem geboeid in een kar. De soldaten van prins Jan wilden de handen van Marianne vastbinden toen er plotseling een helemaal in het zwart geklede ridder met zijn gevolg verscheen. "Wat is hier aan de hand?" vroeg de zwarte ridder. "Wie zijn die gevangenen?" "Het zijn gevaarlijke bandieten. Ze zullen allebei in het openbaar opgehangen worden," bulderde prins Jan. "De enige wetten die wij erkennen zijn die van ons hart en die van koning Richard. Moeten we daarom sterven?" riep Robin. "Daar is geen sprake van, dappere Robin," zei de zwarte ridder rustig. "Het is de hoogste tijd dat er in dit land orde op zaken gesteld wordt en daar zal ik nog een heel karwei aan hebben." Bij die woorden nam hij kalm zijn helm af. "Vader, eindelijk bent u teruggekomen," riep Marianne uit, met tranen van vreugde in haar ogen. De lijfwacht van koning Richard nam prins Jan en zijn mannen gevangen. Richard Leeuwenhart stapte van zijn paard en maakte zelf de boeien van Lady Marianne en Robin Hood los. Hij omhelste zijn dochter en zei tegen Robin: "Je heldendaden zijn al tot buiten de grenzen van het land bekend, deugniet," zei hij. "En ik ben je dankbaar dat je me zo dapper verdedigd hebt. Kom bij mij op het kasteel wonen. Ik geef je het bevel over mijn leger. Sire, ik dank u. Maar ik ben niet geschikt voor het leger en al even min voor kastelen. Het woud van Sherwood is mijn domein en voor mij is dat het mooiste van alle paleizen. Maar dit paleis heeft behoefte aan een koningin. Majesteit, ik vraag u om de hand van uw dochter, Marianne." "Die geef ik je graag, Robin. En van nu af beschouw ik je als mijn zoon." Daarna wendde koning Richard zich tot zijn broer en zei streng: "En jij, Jan, ik beveel je om onmiddellijk uit Engeland te vertrekken en er nooit meer terug te keren. Ik laat je in leven, maar schiet op. Ga weg voordat ik van gedachten verander." En zo vond Engeland weer vrede en vreugde. Robin Hood en Marianne leefden nog lang en gelukkig als heersers over het mooiste van alle wouden.